Wat is het belangrijkste inzicht dat jullie hebben gekregen in de liefde? Ik denk de belangrijkste kracht van een mens om je te verbinden met iemand die het mooiste in jou ziet, wat je dikwijls zelf ook niet ziet en wat jij in die ander ziet. En wanneer je die krachten bij elkaar brengt, in je leven, fysiek, in je ziel, dan komt er zo'n bron van levenslust, van creativiteit en van de zin waarom je alles doet wat je doet in je leven vrij. Waardoor je je leven tot ontplooiing brengt. En het leven van de ander helpt tot ontplooiing te brengen. Gaat dat ook voor jou? Zie jij liefde ook zo? Ja, zeker ook wel. Maar ik denk, voor mij is in ieder geval zo'n heel duidelijk verschil tussen liefde die ik voel voor mijn vriendinnen of voor mijn familie of voor kinderen, voor mijn kinderen. Dat is heel onvoorwaardelijk. En ik merk de liefde, in de romantische liefde, dan word ik op een veel diepere laag geraakt waarin ik voorwaarden stel en waarin ik toch de strijd aanga. Ik zie wel het minst mooie deel van mezelf in de romantische liefde ook. Dus daar word ik blijkbaar in mijn diepste pijn aangeraakt. En dan is het wel voor de helft dat het beste in mezelf omhoog komt en de andere helft dat het slechtste in mezelf omhoog komt. Maar dat heeft dan ook weer een doel. Dat ik denk dat ik mezelf heel erg ontwikkeld heb de afgelopen... Ik mediteer nu 20 jaar en dan merk ik wel dat zowel mijn kinderen als mijn vriendinnen en mijn familie wel het mooiste deel van mij zien. En zo zie ik mijzelf ook, 80% van de tijd. Bij mijn relatie met Geert kom ik wel dingen tegen dat ik denk van, oh, er is werk aan de winkel. Vind je niet erg, dat vind je goed? Nee, voor mij is het echt een ontdekking zo van dat je wel voelt van, er is iets in mij wat aandacht behoeft en waar ik iets aan zou mogen doen en waar ik tegen aanbod, maar ik kan daar niet echt bij. En met Geert merk ik echt van, ik moet dat telkens aan en ik kan daar überhaupt bij, omdat hij mij dat laat zien. Geert, in jouw boek lijkt het wel alsof het vaak dus een zoektocht is naar wijsheid en liefde. Wat komt eerst, wijsheid of liefde? In principe denk ik, is het dezelfde zoektocht. En wanneer je de wijsheid vindt, kom je bij liefde uit. Maar om bij wijsheid uit te komen, heb je liefde nodig. Dus ik denk dat ze heel erg verbonden zijn met elkaar en dat je wijzer wordt naarmate je de liefde beter leert kennen. Dat de liefde is denk ik de werkelijke ultieme wijsheid, maar ook de allermoeilijkste wijsheid om te vergaren en te leven. Ook, je kunt er allemaal prachtige theorieën over vertellen, prachtige uitspraken over doen, maar in je dagdagelijkse leven met een vrouw waar je van houdt, leven, dat is de grootste beproeving van je eigen wijsheid en van je eigen liefde. Nu ben ik voor altijd onderweg naar de liefde, naar het meisje dat aan de oever verscheen.